ga vandaag, als het goed is, nog even met mijn ouders en mijn zus en mijn zwager naar de stad. Nog even, zij gaan nog even naar de kerstmarkt waar ik dinsdag al geweest ben. Maar goed, ik heb echt nog wel even zin om nog een keer te gaan en met hun te gaan. Dat vlogt ook wat makkelijker. Dus ik denk dat ik jullie ook nog even meeneem. Misschien dat ik de beelden nog wat kan optimaliseren. Nou zijn ze op zich wel leuk geworden hoor. Maar ja, ik durfde het toch niet zo goed alleen. En ik wil jullie nog even wat laten zien. Want ik had het al wel op social media gedeeld. Even kijken of ik goed zit. Maar toen ik van de week in de Driesprong in Zoetermeer was, heb ik deze gekocht. Hoe leuk is die? Kijk, dan kunnen jullie jezelf ook even zien. Superleuk. Ja. Even draaien. Een keer. Ja, zo, daar ben ik weer. Leuk is die, hè? Echt heel blij mee. Die kan vanaf nu toch niet meer ontbreken in mijn collectie. Goed, lekker even koffie zetten, ontbijtje maken, kerstboom aandoen en dan aan deze dag beginnen. Nou, de kerstman is hier inmiddels langs geweest. En die heeft pakjes gebracht. Staat altijd zo gezellig onder de boom, hè? Zo, er is een verandering van plannen. We gaan morgen naar de kerstmarkt. Nou ja, ook goed. Maakt mij op zich niet zo heel veel uit. Dat betekent dat ik gewoon nog een lekker dagje voor mezelf heb vandaag. Ik moet nog één cadeautje kopen. Dus ik denk dat ik zelf nog wel even naar de stad ga vanmiddag. Niet naar de kerstmarkt in de stad, maar gewoon even naar de... Ja, ik denk dat het de CNA of iets wordt. Maar dan moet ik nog even kijken. Dus dan ga ik even met de tram heen. Neem de camera mee en dan zien we wel wat daarvan terecht komt. En ik heb net weer een vlogje geëdit. De vlog waarin ik de Google Home Mini kreeg. Dus ik had jullie natuurlijk ook wat stukjes laten zien waarin ik hem uitprobeer. En de Google hier deed daar vrolijk aan mee. Echt heel grappig. Maar goed, hey. Ik had dat in mijn mondhoek zitten. Nou, oké. Jullie gaan het zien vandaag. Ik weet het eerlijk gezegd ook nog niet zo goed. Maar goed, dat geeft niet. Dat is lekker toch? Nog zo even zo'n dagje voor de drukte begint. Zo, ik hoop dat jullie mij horen. Ik ben onderweg naar een winkelcentrum hier in de buurt. Dus dat kan ik lekker met de scootmobiel doen. Het is niet al te koud, gelukkig, want ik ben mijn handschoenen vergeten. Vlakbij hier is een winkelcentrum waar ik even met de scooter naartoe ga. Even het laatste kerstcadeautje kopen. Ik hoop dat jullie me horen door de wind eigenlijk. En nou, we gaan het zien. Hoe grappig is dat? Een sneeuwkanon. En een skiëling. Heel leuk. Zo, weer thuis. Dat was even gezellig. Het is op een winkelcentrum hier in de buurt. Daar heb ik nog wat inkopen gedaan. En daarna ben ik hier nog echt in de wijk, zeg maar. Het was een of ander Dickens-achtig festival. Het was ook wel heel erg leuk met kraampjes. En ja, allemaal van die mensen in Dickens-stijl en koortjes en zo. Echt heel leuk. Maar daar wilde ik niet filmen, want dat was zo druk. Ja, ik kan natuurlijk heel moeilijk boven de mensen uitfilmen. Dus dan krijg je echt alleen maar lichaamsdelen te zien waarvan je denkt, ja, wat moet ik ermee? Maar goed. Ja, ik ben naar de kapper geweest. Die kwam een kapper tegen en die had tijd. Dus heel blij mee, want ze heeft in principe alleen maar een stukje geknipt. En het ziet er echt al zo ongelooflijk veel beter uit. Maar goed. Dat was wel even nodig. En daarnaast heb ik nog bij de Vibra. Daar vind ik altijd dat ze hele leuke kleding hebben. Hallo. Deze trui
deze trui gekocht. Ik heb nog een tas gekocht. Een hele leuke tas bij de Kik. Net even wat groter, dus dan past mijn vlogcamera er hopelijk ook bij. En dan, ja, kan ik die vanaf nu gaan dragen. Dat is ook een beetje iets winterser kleurtje dan wat ik nu heb. En wat ik verder nog gekocht heb, is twee haakpakketjes bij de Prijsmapper. De Prijsmapper is volgens mij de outlet van de Kruidvat. Die hebben echt hele goedkope dingetjes of hele leuke aanbiedingen. Deze twee voor een euro. Nou, ja, en ga ik het dan doen? Ik ga mijn best doen. Anders geef ik ze wel aan mijn moeder. Nog bij de Kik een leuke legging. Ook nooit weg. En dan heb ik ook bij de Prijsmapper. Die heb ik min of meer van mijn zus gekocht. Daar hadden ze allerlei leuke kerstboomversieringen. En zij houdt heel erg van dat houtachtige en een beetje die bruinige tinten. En dat was 5 voor een euro. Dus nou, hè. En zij houdt ook heel erg van rendierkoppen. Dus die zitten er ook bij. En gebijtjes. En dan nog wat andere dingen. Want ze hadden niet alles met rendieren. Maar deze bijvoorbeeld weer wel. Dus ik hoop dat ze die leuk vindt. Het is alweer 4:30. Want gaat de tijd toch verschrikkelijk snel. Maar goed. Gelukkig hebben we de hele avond nog. Hey, ik heb lekker gegeten. Ik ben echt zo blij met mijn haar. Ik zit net filmpjes van de week te editen. En dan kan je het verschil wel echt heel goed zien hoor. Jeetje, dat was hoog nodig. Maar goed, we gaan even de adventkalender uitpakken. De 22e is het vandaag. Die zit hier. Dit is nummer 22. Dus die ga ik even openmaken. Het is weer een... Doe het even zo. Het is weer een lange. Dus het zou zomaar weer een kwastje kunnen zijn. Oh, nee, is het niet. Het is mijn redder in nood van de week. Maar die heb ik nu eigenlijk niet meer nodig. Het is een nagelvel. Oké, en nu ik hem niet meer zo hard nodig heb, is het inderdaad wel een beetje suffig. Maar goed, ach, wel weer leuk. Het hoort erbij. Superleuk. Ga ik hem zo weer dichtmaken. Ik ga straks nog even naar mijn ouders. Er komen buren op bezoek. Dus ga ik ook even buurten. En dan zie ik het wel. Ik heb net mijn nieuwe tas ingeruimd. Daar past de camera tenminste ook goed in. Dus daar ben ik wel echt heel blij mee. En nu zit ik lekker even een huis vol terug te kijken. Want dat heb ik Ik had alleen die van maandag nog gezien. Dus ik moest de rest van de week nog even terugkijken. Dus dat ga ik nu lekker doen. En dan straks naar mijn ouders. Nou, zoals ik al zei, ben ik nu bij mijn ouders. Oh, die zitten aan de andere kant. Ik ben zo blij met mijn haar nog steeds. Ja, zeker. Het is goed dat je te blijven. Hi! Ik wilde je niet zeggen, je moet je haar een keer laten knippen, maar... maar ik moest wel. En ze hebben visite. De buurtjes. Dat zijn Lien en Anne. Hey. De buurtjes. Zij van onder. Zij van onder, ja. En die vonden het goed dat ik even ging vloggen, dus dat doe ik dan ook even, hè.